Hey, jij loopt wel met een geheim rond, of niet? Nou, ik weet niet of het een geheim is. Ik heb de mensen in mijn directe omgeving heb ik natuurlijk wel mee laten lezen ook in het boek. Ik heb boeken. Stel je vrouw? Ja, maar die weet, die zag natuurlijk al veel langer, zeg maar, dat je een beetje op zoek was. Dus dat is voor haar niet echt een verrassing. Nou ja, op zoek zijn en als PVV'er uitkomen bij de islam. Nee, tuurlijk, het is natuurlijk. Dat ze zei, dat heb ik altijd al gedacht. Nee, dat niet. Maar en ik moet zeggen, er zijn ook een aantal mensen in mijn omgeving die niet onverdeeld enthousiast zijn. Niet onverdeeld enthousiast. Maar snap je vrouw het? Ja, mevrouw snapt het wel. Alleen, ja, zij zeg maar. Kijk, het is ook. Voor mij is het echt een heel theologisch verhaal. Het gaat echt om de grondslagen van het christendom, de grondslagen van de islam. Want jouw vrouw is christen? Die is christelijk, ja. Dus, en die. En blijft ze ook? Ja, die gaat niks anders doen. Dat heeft ze al aangegeven. Wat vond ze ervan dat je zo tegen de islam was eigenlijk? Ja, ze was ook niet echt heel erg gekeerd tegen de islam. Ik bedoel, er zijn natuurlijk. Zij is de stabiele factor thuis, als ik het zo hoor. Zij is altijd een stabiele factor. Na 100 meter links afslaan. Dat zei je moeder. Waarom doe je dit? Ja? Ja. Dat heb je gezegd. Ja, omdat dat is waar ik op uitkom. Overtuiging, man. Ja, dat is iets wat uiteindelijk mijns inziens het meest dicht bij de waarheid komt. Zij heeft jou gifmeet opgevoed. Ja. Vindt ze het lastig? Ze vindt het natuurlijk niet heel erg leuk. Het is natuurlijk, kijk, het veranderen van je levensbeschouwing. Kijk, voor niet-religieuze mensen is het misschien dat je denkt, oké, we denken even na over iets anders. Maar als je gelovig bent, dan is dat natuurlijk best een zwaar iets. Links afbuigen. Het zal blijken, zeg maar, dat je ook niet heel erg verandert. Dat ik opeens een tulband draag of dat ik. Of een jalawa. Of een jalawa. Dat is natuurlijk niet zo. Ik vind de Indische bonenschotel van mijn schoonmoeder nog steeds heel erg lekker. En ik denk nog steeds, ondanks dat jij op dat thema niet helemaal juist zit, dat Ajax de beste club is van Nederland. Dus dat soort zaken. Op sommige punten blijf je in de war. Ja? Het licht breekt niet in één keer helemaal door. Maar dat, dus daar ben je zelf bij. En voor de rest denk ik juist dat het heel erg belangrijk is dat je die gebalanceerde manier van geloofsbeleven, dat je dat eigen maakt. Ja. Denk ik dat het gereformeerde er te diep in zit. Ja. Dus het moet wel volgens de structuren en lijnen. Het is al snel gek. Ja. Na 100 meter links afslaan. Ja, ik dacht, we moeten toch ook even naar de kerk, Joran? Ja, ik zie het. Je dacht, kies meteen een Rooms-Katholieke kerk. Nou ja, die zijn open, daar kan je naar binnen meestal. Dat is het voordeel. Nou, klopt. En er zal open gedaan worden. Ik doe het zelf wel voor je. Ga gang. Nee, er zullen mensen zijn die zeggen van, was die jongen wel echt christen? Was je echt christen? Oh ja, zeker. Overtuigd. Ja? Ja. Had je het idee dat je een band hebt met God? Zeker als kind. En als je aan de kerk inkwam, was alles heel groots. En meeslepend ook wel, als er een dominee. Dat maakt veel meer impact natuurlijk. En naarmate ik ouder werd, werd dat aspect wel wat minder. Want waar ben je afgehaakt? Wat van het christendom trok jij niet? Nou, überhaupt. Want kijk, het wordt nu natuurlijk in zo'n gesprek, en dat zal op meerdere momenten gebeuren, alsof het een soort politieke switch is. Maar het voornaamste punt voor mij is natuurlijk, het is een reis van christendom naar islam, niet van een bepaalde politieke partij naar de islam. En daar begint eigenlijk ook het verhaal, ook al op wat jongere leeftijd. En dat heeft zich doorgezet. En dat is ook voor mij echt een moment geweest dat ik dacht van, goh, als ik geen christen meer ben, wat ben ik dan wel? Maar waarom ben je geen christen meer? Nou ja, dat heeft onder andere te maken, zeg maar, met het idee dat je dat er een moord eigenlijk plaats moet vinden voordat God kan vergeven. Jezus aan het kruis? Ja, en dat is natuurlijk binnen de christelijke dogmatiek is dat het centrale element. Ja. De kruisiging van Christus ter vergeving van zonden. En ja, ik heb het altijd lastig gevonden om te kunnen doorgronden waarom God eerst iemand zou moeten laten lijden en moeten zien sterven. Vanwege onze zonden. Ja, maar zou God niet gewoon kunnen vergeven zonder een dood?
als ik kijk naar het Oude Testament, maar ook naar het Nieuwe Testament, dat ik denk van ja, er wordt ook letterlijk gezegd, hè, als gaat in Ezechiël volgens mij, dat de vaderen eigenlijk niet hoeven te sterven voor de zonen en de zonen niet voor de vaderen. Ja. Je hebt verder ook nog een verhaal dat gaat van een uitspraak dat gaat over de misdaden. Hè, dat je niet hoeft gestraft te worden voor de misdaden van je vader. Nou, als ik dan kijk naar hoe de mensheid in het christendom gestraft wordt eigenlijk door de zonde van Adam, dan lijkt dat haaks te staan. Maar, één iemand, alleen hij. Ja, maar dat is dus de straf van ons allemaal op zich. Ja, en daar zie je dus toch iets wat haaks staat op dat oude testamentische verhaal, dat je niet gestraft hoeft te worden voor je vader. Er werden wel veel offers gebracht. Ja, er werden te veel offers. Ja, maar dat is ook bijzonder dan, omdat je dan leest ook van ik wil geen offers. Ik wil barmhartigheid. Ja. Dus die tegenspraak die je constant tegenkomt, mijn zinziens dan, in de Bijbel. Daar kwam je niet uit. Daar kwam je niet mee. Nee. Nee. En ook die drie-eenheid. Want jij denkt dat Jezus geen God is, hè? Dat is een van de elementen. Nee, ik geloof niet dat Jezus God is. Nee. Voel je iets bij zo'n kruis als je dit gaat? Nou, ik vind het er altijd heel mooi uitzien, gewoon als kunstzinnige uiting. En voorheen als kind doet het je natuurlijk wat meer, omdat het een uitdrukking is van jouw geloof. Ja. Alleen dat ervaren ik al een tijdje niet meer. Er zijn heel veel moslims die zeggen dat Jezus niet gekruisigd is. Denk je dat hij gekruisigd is? Nou, ik denk dat het goed zou kunnen als je gewoon kijkt naar de historische bronnen, maar ook vanuit de islam zelf. Hè. De islamitische traditie is veel breder dan wat je tegenwoordig ziet. Daar zijn ook aanwijzingen dat er daadwerkelijk een kruising plaatsgevonden kan hebben. Jij denkt dat hij wel is gekruisigd? Nou, ik sluit het niet uit, nee. Nee. Opgestaan? Niet het christelijke opstaan uit de dood, nee. Nee, okay. Omdat ik niet geloof dat hij God is. Dus dan kan hij ook niet opstaan? Nou ja, dat is in het christelijk verhaal is natuurlijk, hij stond op, want hij overwon de dood als God zelf. Ja. Want hij is natuurlijk onderdeel van de godheid in drie. En in de islam geloven mensen dat niet. Die geloven dat hij een profeet was, dat hij mooie, goede dingen heeft gedaan. En jij, wat denk jij? Ik geloof niet dat hij God was. Nee, maar wat wel? Ik geloof dat hij een geïnspireerde boodschapper was. En wat je wel ziet in het, zowel in het christendom als in de islam, is dat hij de Messias wordt genoemd. Zowel in het christendom als in de islam. Hij wordt gezien als iemand met een bijzondere geboorte, vanwege Maria. Ja. Hij had een boodschap ter vergeving van zonde. Hij deed wonderen. Dat zie je eigenlijk in beide godsdiensten terugkomen. Dus die band met Christus en met die figuur, die blijft van bestaan. Ik vind het wel heftig. Ik bedoel, als ik moet kiezen tussen Jezus en Mohammed, vind ik niet zo ingewikkeld. Ja. Ben ik echt team Jezus? Ja, dat anders zou je geen christen zijn. Nee. Ja, maar kun je dat niet voorstellen? Vind je Mohammed aantrekkelijker dan Jezus? Ik vind dat als ik kijk naar het leven van Jezus en het leven van Mohammed, dat was natuurlijk een hele andere bediening. Ik denk dat je Mohammed veel beter zou kunnen vergelijken bijvoorbeeld met een figuur als Mozes. He, die had natuurlijk ook een aardse opdracht. Die moest een bepaald land opbouwen, een gemeenschap vormen. Daar komt natuurlijk iets anders bij kijken dan bij een ascetische boodschap van Christus. Ja, maar hij gaf zichzelf veranderen. En Mohammed sloeg er ook wel eens op los. Nou ja, Mohammed is ook flink geslagen, zeker in de begindagen. Maar die sloeg terug, hij niet. Ja, Jezus als de gepacificeerde figuur die we nu zien, dat beeld is volgens mij niet helemaal correct. En daarnaast hoef je natuurlijk als moslim ook helemaal niet te kiezen tussen team Jezus of team Mohammed. Je hebt ze allebei. Want hij zit ook in ons team. Ja. Ik vind het wel heftig hoor, snap je dat? Oh, zeker, zeker. Ja, het is ook. Ik ben echt 2 dagen van de kaart geweest door te worden. Ja. Maar echt, ik denk van, hé, wat, hoe kan je nou? Hoe kan je nou? Nou ja, inderdaad, dat ik zeg van Jezus naar Mohammed overstappen. Ja, maar ja. Is het moeilijker om het christendom te verlaten of om de PVV te verlaten? Wat was moeilijker? Wat moeilijker was? Ja. Ja, het christendom veel moeilijker. Ja? Ja, natuurlijk. Kijk, zeker voor religieuze mensen, het christendom en überhaupt je geloof, dat is de basis van je leven. In ieder geval, dat probeer je wel te laten zijn. Ja. En een politieke partij is dat natuurlijk niet, in ieder geval niet voor mij. Dus de stap vanuit. Dus heb je ook pijn gedaan, of niet? Pijn weet ik niet, maar ik vond het wel lastig. En zeker ook omdat je in een omgeving zit van mensen die het over het algemeen wat minder zullen waarderen. Ja. Wel fijn hè, dat je eruit mag stappen, als je wil. Zeker. Niet in alle godsdiensten zo. Nee, dat schijnt. Nou, tja, kijk er nog maar eens goed naar, Joran. Ja, ik zal er nog wel vaker naar kijken hoor. Het is niet dat ik nu nooit meer in een kerk kom of zo. Nee. Maar op een andere manier en met een andere gemoedstoestand. Ja. Ja. Joram, het boek ligt er nu. Het geheim is openbaar. Wat verwacht je? Hoe gaan mensen hierop reageren?
hoe mensen hierop gaan, ja, dat zal blijken. In mijn persoonlijke omgeving heb ik wisselende reacties gehad. Van hartstikke leuk en fijn voor je tot helaas, jongen, wat ben je aan het doen? Ja. En dat zal in de landen hetzelfde zijn. Gaat jouw leven nou totaal veranderen? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, het zal niet. Kijk, het is natuurlijk wel een hele fundamentele stap die je gezet hebt. Als het gaat om je perceptie van God en hoe jij God beleeft en wat erbij komt kijken. Alleen, ik ben in die zin nog steeds dezelfde. Ik zal niet met een tulband rondlopen. Het is niet zo dat ik... Wel Arabisch leren? Ja, maar dat had ik daarvoor ook al gedaan. Want dat heb je nodig om te kunnen bidden eigenlijk. Ja, en ook om natuurlijk je te kunnen verdiepen in zeg maar de basisbronnen. Lees de Koran. Als je daar geen vertaling van wilt lezen, is het natuurlijk prettig als je de originele versie kunt lezen. Dus dat is mooi om te doen. En dat is ook iets dat ik al eerder heb gedaan. Alleen dat zal ik nu wat intensiever moeten gaan doen. Ja. Jij bent begonnen bij de PVV. Oh, eerst bij de VVD, maar later bij de PVV. En nu ben je ineens helemaal omgezwaaid naar moslim. Best wel prominent toen en nu weer, want dat boek, dat ligt er. Kan je niet over 5 jaar ineens weer iets anders zijn? Hindoe of... leider van de SP of... Nee. Mijn economische opvattingen zijn eigenlijk nooit veranderd. Die zijn heel stabiel. Heel stabiel. Alleen je zag dat bij de VVD, ben je niet voor niets bij de VVD begonnen. Is men op een gegeven moment redelijk gaan schuiven. Maar ook bij de PVV zie je dat er een redelijk SP-verhaal uit is gekomen in economisch opzicht. En religieus, ja, er is nog nooit eigenlijk een wijziging geweest, zeg maar. Dit is de eerste. Van mij tot dit. En dat is ook de laatste. Ja, dat weet je zeker? Ja? Ik denk dat er mensen zullen zijn die hopen, misschien wel je moeder, dat je nog weer terugkeert op het nest. Nee, ik heb alles bij elkaar heb ik echt jaren gedaan eigenlijk over de stap die ik genomen heb. Dat is wel overwogen geweest en er is geen intentie om dat weer te wijzigen. Nee, dit is het. Dit is het. En ben je nu ook echt gelukkig in je hart, van binnen? Ja, ja. Gelukkiger dan toen je christen was? Ja. Echt? Ja, serieus. Ja. Omdat het, zeg maar, datgene wat je gelooft en in je hoofd hebt, dat moet ook aansluiten inderdaad bij datgene wat je voelt. En dat was tot nu toe niet? Nou, dat was minder het geval. Ik was niet ongelukkig of zo. Ik was een redelijk gelukkig mens. Alleen dit voelt beter, zowel in rationeel als in emotioneel opzicht. Dus dit sluit beter bij mij aan en dat maakt je natuurlijk een gelukkiger mens. Ja. Ja. Dankjewel. Hey, dat je verhaal wilde vertellen. Ja. Ik vind het heftig, maar goed. We zijn een vrij land. Een vrij land, gelukkig ja. Wel, toch? Ja. Alle goeds. Ja, dank jij ook. Proost. Ja. De nepkolen. Ja. Heeft u vragen of opmerkingen? Schakel nu over naar onze Facebook.